Er is veel over gezegd de laatste tijd. Doordat het voetbal momenteel stil ligt, komen de betalingen van TV-gelden aan clubs misschien wel in gevaar. Maar wat betekent dat voor jouw club en hoe zitten die TV-gelden nou eigenlijk precies in elkaar? Nou, wij leggen het even aan je uit met een korte video. Fox Sports nam in 2013 de uitzendrechten voor de Eredivisie over en verdeelde toen een bedrag van 60 miljoen euro tussen de clubs. Deze bijdrage neemt jaarlijks met ruim 3 miljoen euro toe. In 2025 zit er bijna 100 miljoen euro in het tv-pot. En voor het seizoen 2020-2021 zijn er 82,75 miljoen aan tv-inkomsten te verdienen. Dit is de tv-rankingstand voor het volgende seizoen als we uitgaan van de huidige standen in de eredivisie en keukenkampioendivisie. De inkomsten worden niet gelijk verdeeld. Hoe beter een club op langer termijn presteert, hoe meer tv-inkomsten ze krijgen. De TV-ranking van de eredivisie wordt bepaald door de eindklasseringen van de laatste 10 seizoenen. De club die eerste wordt, voorlopig is dat dus Ajax, krijgt 18 punten. De nummer 2, AZ in dit geval, krijgt 17 punten. De nummer 3, Feyenoord, 16 punten en zo gaat het door. Degradatiekandidaten ADO en RKC staan momenteel op 2 punten en op 1 punt. Daar komt nog bij dat de punten van dit seizoen veel meer waard zijn dan die van 10 jaar geleden. De punten van het seizoen 2019-2020 worden met 10 vermenigvuldigd. De punten van het seizoen ervoor met 9. En de punten van 2010-2011 bijvoorbeeld met 1. Als we Ajax als voorbeeld nemen: 18 keer 10 is 180 punten over dit seizoen. 18 keer 9 over vorig seizoen is 162 punten. En zo gaat dat dus door. Ajax is de laatste tien seizoenen steeds eerste of tweede van Nederland geworden en krijgt daardoor het grootste gedeelte van de TV-pot. PSV moet door zijn huidige vierde plek terreinprijs geven. Het gat met nummer drie Feyenoord is bovendien kleiner geworden. AZ is ook ingelopen, maar blijft voorlopig stevig op plek vier staan. De dreigende degradatie van ado Den Haag is interessant voor de meeste Eredivisieclubs. ado speelt al jarenlang onafgebroken in de Eredivisie en verzamelde in tien jaar tijd 430 punten. De club zou hiermee tiende staan op de TV-ranking. Als ado wegvalt door de degradatie uit de lijst, levert dat dus extra TV-inkomsten op voor de overige clubs. Ook RKC zal volgens de huidige stand degraderen. En zoals het er nu uitziet, komt Cambuur nieuw binnen op 16 en sluit de Graafschap achteraan in de rij. En dan zijn er nog de play-offs om promotie, degradatie. Fortuna Sittard staat momenteel 16e. En is virtueel veroordeeld tot de nacompetitie, waarin één eredivisie ticket op het spel staat. Deze keukenkampioen divisieclubs staan voorlopig op een playoff plek. Als Excelsior promoveert, komt het binnen op plek 13 en mag het alvast 2,5 miljoen euro incasseren. Volendam en Almere City zouden juist op nul punten beginnen, omdat zij de afgelopen 10 jaar dus niet in de eredivisie hebben gespeeld. Maar ja. Wordt de na competitie überhaupt nog wel gespeeld? Komt er nog een einde aan dit seizoen? Of moeten we het met deze tussenstanden doen? En hoe zit het dan met volgend jaar? Laat de KNVB, ADO en RKC degraderen of krijgen we een eredivisie met 20 clubs. Hoe worden de tv-inkomsten dan verdeeld? Het zal ongetwijfeld onderwerp van gesprek zijn tijdens het corona Crisisberaad.